Welkom terug op het YouTube-kanaal van GamersNet.nl. Zoals jullie misschien wel weten zijn wij, nou ja, wel meer dan een jaar geleden overgestapt op podcasting. Dus wij maken voornamelijk podcasts, meerdere in de week, allemaal mooi in je podcastfeed van GamersNet. Uh, maar omdat we toch visueel een beetje wilden maken deze review van Ratchet Clank Rift Apart, heb ik er gameplaybeelden overheen gegooid. Uh, met dank aan het YouTube-kanaal Shirako... Um, daar zijn de gameplaybeelden van. Het is uh, van de eerste uur van, uh, van de game. Ik heb met Patrick een uitgebreide review gemaakt uh, voor de Gamers het Podcast Feed. Die kun je vinden. Hè. Zoek even op Gamers het Podcast via Spotify, Apple Podcast, Vriend van de Show, Soundcloud. Overal waar je je podcast maar kan vinden. Daar zijn we te vinden. Daar zijn heel veel shows voor je klaar: de Gamers het Podcast, Gamers het Filmhuis en nog veel meer. Kortom, geef ons een kans en, uh, en beluister ons. Nu visueel met gameplaybeelden eroverheen. De review van Redstone Clank, Rift Apart. Heel veel plezier. Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Gamers at Podcast Reviews. We doen ze af en toe als we een, een reviewer van dienst hebben die niet in de podcast is verschenen de afgelopen tijd. En um, als het wel zeg maar een bijzondere game is en als ik zeg maar in de, de krochten van het internet een beetje kijk naar hier en daar een review van Ratchet Clank Rift Apart. En ik heb ook uh, Patrick zijn review gelezen, dan moet ik zeggen volgens mij is dit een toppertje van je welste. Ik, uh, ik stel hem maar je voor, hij is hier. Patrick Meurs. Goedendag. Hallo Patrick, hoe is het Hoi. met jou? Uh, matig, nu. Je bent verbrand. Ja, niet zo'n beetje ook. Al oh, wat heftig, maar ben je echt, uh, heb jij een soort Ierse huid? Dat is altijd gelijk. Uh... Ja, nu wel, want hij ziet inderdaad uh, een beetje uh, ginger. Ja, ja precies, <laughs> maar je, je verbrandt ook snel. Nou ja, ik, ik geloof het wel, want uh, ja, het is nu. Uh... Man, je, je, je wil wel bijna je barbecue saus opgooien. <laughs> je krijgt trek als je jou ziet. Oh, man, ik, ja, dat was het voor mij ook de cue gisteren om te stoppen met waar ik mee bezig was. Ik denk ik krijg honger, ik ruik ineens barbecue en toen ja. was ik het. Ja. Dus toen ben <laughs> ja, ik maar, gestopt. Ja, was gisteren wel iets vets aan doen. Je was aan het betaaldetecten. Ja. Je hebt mijnen gevonden. Ja. En een rookbom. En, uh, en een rookbom. Ja, een roekgranaat. Allemaal uit WO2. Sorry. Dat is jouw hobby? Ja. ja. dat doe ik zo af en toe een beetje, ja. Wat leuk. Is dat een beetje duur, Robby? Is dat die equipment duur? Um, ja, de aanschaf is uh, prijzig tenminste. Ja, je, je, je kunt uh, tegenwoordig kiezen van: of ik koop een uh, metaaldetector of ik koop een PlayStation 5. Het kost <laughs> ongeveer hetzelfde. Ja. En dan uh, ja, kun je maar beter voor een metaaldetector gaan. PlayStation 5 vind je nergens. Nee, en een metaaldetector heb je meer exclusieve content. Ja, precies. En, <laughs> maar ja, je weet alleen nooit wat het is. Nee, dat is waar. Nou, dat is waar. Ja. Hey, waar ben je te vinden op social? Doe je eraan? Uh, Facebook. Patrick Meurs. Uh, mijn naam is Peter Bouwman, PTORGN op Instagram. We gaan het hebben over Red the Clank Rift Apart. En ik wil beginnen met een hele belangrijke vraag. Mm -hmm. Is ontwikkelaar Insomniac Games inmiddels de status aan het krijgen van Naughty Dog, de ontwikkelaar achter Uncharted? Dat weet ik niet. Oh. Ik, de, ik denk toch wel dat, dat uh, Insomniac nog steeds een, wel een, uh, een hele goede speler is op zijn eigen manier. Ja, maar ik bedoel, ik denk... dat, uh, ik bedoel meer dat uh, als, je, als, uh, als Naughty Dog een game uitbrengt. dan weet je altijd dat het een topper is. Dat was vroeger niet zo bij oh, ja, Insomniac Games. Maar inmiddels hebben zij een streak waarvan je denkt. tering, alles wat zij brengen is gewoon kwalitatief zo sterk. Ja, dat klopt. Dat is waar. Spider-Man uh... en dan uh, nu uh, deze game. Ja, al vinden natuurlijk sommige mensen. Uh, hebben volgens mij nog wel een beetje een vraagtekens bij uh, Miles Morales. Dat het, uh, dat het misschien een beetje te kort is. En dat het een beetje aanvoelt als uh, extraatje. Terwijl dat het toch. Ja, ik weet niet. daar hadden ze liever misschien echt een full blown game. En volgens mij is het dat voor sommige mensen ook wel. Ik moet zeggen, ik heb hem zelf nog niet gespeeld, helaas. Hij is veel te kort. Ja, kijk, en dat is dan wel weer het jammer ervan. Maar hij laat wel even zien wat de PlayStation 5 kan, dus ik snap het ook ja. wel weer met het, met het gebrek aan PlayStation 5-titels dat er is. Mm -hmm. uh, en dat gebrek wordt eigenlijk nu, nou dat is er nog steeds, maar het wordt in ieder geval doorbroken een beetje door Wedge's Clank Rift apart. De eerste echte PlayStation 5-exclusieve game. Uh, naast. Oh, de, ja, Returnal. Naast en, Returnal. Uh, Dark Souls. Oh ja, de Dark Souls Remake. Ja oké, okay, um, Ratchet Clank, wat, hoe, voordat jij aan deze review begon, hoe sta jij in de serie? Was je een volger, fan, whatever? Nee, heel eerlijk gezegd niet. Ik heb best wel wat Ratchet Clank gespeeld, maar ik ben niet echt zo'n devotee dat, het, dat ik echt alles wat Ratchet Clank was dat ik dan moest hebben. En uh, uh, com uh, compleet van voor tot achter moest uitspelen ofzo. Ik vond het altijd wel een... een uh, uh, ja, weet je, het is, je hebt zoveel van die actieplatformers. En... Uh, ik heb met Ratch the Clank uh, heb ik best wel iets van ervaring en ik vond het ook altijd best wel leuk. Uh, vooral natuurlijk de humor die erin zit, die, uh, ja, die is lekker, uh, lekker die zoutloze. Dialogjes zitten erin. Ja. En een uh, beetje de personages die erin zitten zijn ook best wel leuk om aan te gluren. En, uh, maar ik, het, ik ben nooit echt een, iemand geweest die zoiets had van: ik begin ermee en ik speel hem echt uit. Nog voor het einde van de dag, als het even kan. Maar dat had ik met, met deze game wel echt heel erg. Ja, want wat ze bij Ratchet Clank <laughs> als sinds de PlayStation 2 zeggen, is: het is alsof je een Pixar-film speelt. Maar dat is nooit echt geweest. Behalve tot nu dan, zeg maar. Nee. Nou kijk, je, je hebt, ja, kijk, enerzijds uh, is het natuurlijk. Uh, uh, de vorige generaties, daar kon je altijd een hele duidelijke break zien tussen een cutscene en gameplay. Dan in één keer al het pre-renner, was echt dat je denkt: wauw. En dan ging je naar gameplay en dan zag je toch wel duidelijk dat je in één keer in een in engine aan het spelen was of zo. En uh, ja, dat is met deze game echt totaal niet meer aan de orde. Want het is gewoon één seamless ervaring. En dat is echt, uh, ja... Daar uh, neem ik uh, mijn petje af voor, uh, voor Insomniac. Hoe dat ze dat in elkaar hebben gestoken. Ja, daar hebben ze, ze hebben natuurlijk geoefend met Spider-Man. Wat dat eigenlijk ook al deed. Alleen dat was nog net niet, zeg maar, zo mooi als Pixar. Dus ja. dat is ook de grafische stijl daar niet naar. Dit is natuurlijk ook cartoony. Dus dan is het ook... Uh... ...een de molen ja. om die vergelijking te maken. Laten ja. we beginnen bij het begin. Rift Apart. Wat is, het, wat is het verhaal? Wat gaan we doen met Ratchet en, en, en zijn... Uh, want dat, dat meisje wat je speelt... Rivet. Rivet, dat, dat is hij, maar dan in een andere dimensie. Ja, dat is zijn, uh, ja, zijn extra dimensionele counterpart. Dus in een andere dimensie is... Tenminste, dat, dat wordt heel erg lang gesuggereerd, natuurlijk... ...dat, dat uh, eigenlijk Ratchet uh, in een andere dimensie een meisje is... Uh, met maar één arm en een robotic arm. Heeft zij één arm? Ja, aan okay. de andere kant is het een, uh, heeft ze een robotarm. En uh, daar, uh, ja, daar wordt uitgelegd wel in de game hoe dat ze aan die robotarm komt. En dan komt er ook gelijk weer de counterpart van Clank in dat verhaal tevoorschijn. Maar zonder al te veel te spoilen ga ik daar nu niet veel op in natuurlijk. Hè? Nee. Maar, uh, maar ja, je speelt dus inderdaad met, uh, met vier personages. En. Uh, ja, nou zijn natuurlijk uh, Ratchet en Rivet spelen nagenoeg hetzelfde en Clank en de andere mysterieuze robot spelen ook nagenoeg hetzelfde. Um, en je hebt nog een paar minigames waarin je ook weer met een ja soort van een side character speelt. Hoe is de hoe is de story? But, uh... Nou ja, het gaat er eigenlijk over dat uh, Clank, uh, of Ratchet de Clank zijn natuurlijk uh, gevierde helden. Omdat ze natuurlijk al jarenlang uh, zorgen dat Dr. Nefarious uh, zich, uh, zich een beetje koest kan houden. En uh, ja, voor de gelegenheid heeft, uh, heeft Clank een uh, Dimensionator gemaakt. En dat is een soort geweer waarmee je, dat je of een wapen, ziet eruit als een wapen, waarmee dat je andere dimensies kan openen. En die wil hij eigenlijk aan Ratchet geven om uh, andere Lombaxes te gaan vinden in andere dimensies. Wat zijn Lombaxes? So, is, is, ratchet is een, is een Lombax. Oh, dat, dat is, is het, het ras. ras. Dat katachtige ras wat, ja. uh, wat uh, Ratchet is. Want hij voelt zich natuurlijk wel alleen. Hij is, helemaal, hij is de enige Lombax <laughs> En dan denkt hij... nou, misschien kun je wel Lombaxes vinden... in andere dimensies. Maar uh, ja, nog voordat hij uh, daarvoor gebruikt kan worden... steekt Dr. Nefarious de koppel weer uh, uit het zand. En uh, die claimt zich, die, uh, die dimensionator... En uh, om ook te gaan zoeken naar een dimension werd niet zo fucking loser is. En oh, uh, ja, <laughs> Wordt dat echt maar, heel erg zelfover ook verteld? Ja. En dan uh, is het wel zo van, ja, tijdens uh, die heist gaat de dimensionator kapot. Um, en uh, in één keer gaat uh, alle dimensionele shit uh, gaat natuurlijk aan, want uh, overal openen en sluiten zich portals en. Uh, alles gaat in één keer uh, door elkaar, die Dimensionator, die ploft uit elkaar. En uh, de enige manier om alles weer te redden is een nieuwe Dimensionator maken. Dus uh, ja, intussen uh, moet Ratch the Clank dus de, de spullen gaan zoeken om die Dimensionator opnieuw te kunnen maken. En uh, ja, Nefarious die heeft eindelijk ontdekt dat een, hij uh, een counterpart in een andere dimensie heeft die heel succesvol is. Oh, wat vet. En uh, ja, dat, uh, die verhalen die uh, intertwinen een beetje. En daar draait eigenlijk heel de Clank Rift Apart om. Wat leuk. Het klinkt echt heel tof. En het is natuurlijk ook altijd een franchise die heel veel humor gebruikt. Is ja. het, hoe doen ze dat? Pakken ze dat goed aan? Cheesy? Hoe werkt dat? Nou ja, het is natuurlijk super cheesy. Maar dat is wel een beetje de, uh, de charme van Ratchet Clank. Het, uh, maar ook vooral die wapens, daar, daar begint het natuurlijk al mee. Je, je begint met een heel simpel uh, uh, wapen buiten je Omni-range om. Um, maar uh, die wapens die kun je bij een of andere uh, robot lady kun je telkens een nieuwe kopen. En die verkooppraatjes alleen al van die wapens... Ja. die uh, zijn echt uh, ja, te dom voor woorden eigenlijk. Maar echt lachen. Ja, het is van en, oud vrouw geweest? Ja, dat ja, <laughs> zou je kunnen zeggen. Maar ook de wapens, gewoon de, de, ja, de functies van ieder wapen die zijn gewoon apart. Je hebt een ricochet wapen. Als je dan eenmaal schiet op een vijand... dan kun je hem ongeveer nog drie keer die kogel laten terugketsen. Bijvoorbeeld van dat soort dingen. Ja. Uh, ja, het, het zijn echt. Het is, hoe, hoe, hoe verder je in de game komt, hoe groter die wapens ook worden. Dus het okay. begint ook op een gegeven moment een beetje, je loop je met een wapen rond, wat bijna net zo groot als jezelf is bijna. Ja. Dus, uh, dat, uh, maar de tegenstanders dat, worden dat, ook groter, neem ik aan. Ja, je krijgt er. Je wordt behoorlijk uh, bekogeld met uh, veel tegenstanders. En als het er niet veel zijn, dan zijn het grote. Ja, en uh, bij de vorige, een van de vorige delen was natuurlijk het wapen... was dat iedereen uh, geforceerd moest dansen. Heb je nog een heel leuk voorbeeld van een wapen... waar je denkt, maar nou, daar heb ik gewoon echt op gelachen? Nou, ik moet zeggen, ik vond ze allemaal wel... Kijk, uh, nou, echt lachen, lachen, ik weet niet. Er, er zaten wel echt een paar dingetjes tussen... Uh, die, uh, die op zich op, op het scherm wel humoristisch overkomen. Maar um, om er nou even één te noemen waarvan ik zeg van... nou, die vond ik echt uh, hilarisch... Kan ik kan het niet zeggen, ik vond het vooral heel veel mooi. En ik denk dat het de, want het vlieg, de particles vliegen natuurlijk alle kanten op. Um, dus het is gewoon grafisch vooral een spektakelstuk. Maar het zijn de dialogen vooral die, die voor mij echt heel erg uh, leuk waren. Dus uh, de wapens zijn in dit geval echt meer bedoeld om uitschakelen in plaats van om er gekke dingen mee te doen. Ja, um, die grafische pracht en praal, laten we daar toch maar eens eventjes bij stilstaan. Toen de game werd aangekondigd. Uh... Als een beetje het verkoop pra praatje, je kan seamlessly van dimensie naar dimensie hoppen. Wat natuurlijk grafisch een enorme prestatie is, want het betekent dat je meerdere levels in één keer in die game moet laden. Yeah. Hoe komt dat uh, in, in de praktijk uh, tot, uh, tot z'n recht? Nou, is het natuurlijk best wel script, het allemaal. Want die, die, uh, die portals of die dimensie-rifts die zitten op bepaalde of op vaste plekken in het level eigenlijk. Het is niet zoals in Portal dat je gewoon een Portal gun nee. krijgt. Nee, dat is het niet. Nee. Kijk, je, je, tijdens, uh, ja, meestal is het ook in battles. Dan krijg, zie je ergens een heel klein uh, geel uh, stukje andere dimensie. En daar kun je jezelf dan naartoe trekken. En dan, ja, dan warp je eigenlijk instantly naar die plek waar die rift is. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon een, een soort van een grappling hoek, maar dan gewoon instantly. En je hebt ook inderdaad al punten waar je ergens uh, interactie kan hebben met, uh, met een, 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 een hele grote paarse uh, steen. Oh. En dan, uh, room, ja, en, dan, en dan ga je naar een andere dimensie toe, uh, van diezelfde wereld. Maar dat zijn wel allemaal scripted dingen. Dat is niet dat je dat eventjes on the fly overal kan doen. Dus wat dat betreft hadden mensen daar misschien meer van verwacht. Um, en dat was ook eigenlijk een van de minpunten die ik in de, in de review had gezet. Ja, dat uh, de verwachtingen misschien hoger waren dan maar, omdat er werd gezegd: van ja, die dimensies waar je het tussen kan schakelen, ja, dat is wel allemaal gewoon scripted. Okay. Dus ik denk niet dat het zo extreem veel meer van je PlayStation 5 vergt. Oké, okay, duidelijk. Um, maar uh, verder, grafisch de mooiste game die je ooit gespeeld hebt. Um, ik kan heel eerlijk zeggen, ik heb niet op 4K gespeeld. Nee, je bent, heb, je bent voor de performance uh, modus ja, gegaan. Ik ben voor de, voor de RT Performance gegaan. En RT Performance die is er uh, vrij laat. Ik denk vlak voor launch hebben ze die nog toegevoegd aan de game. Um, en dat is dus uh, ja, dat je 60 frames per seconde wil hebben, maar ook ray tracing. En dan ja, moet je daar wel 4K voor opofferen, waarschijnlijk. Ik moet zeggen, ik heb het gewoon op een Yukel op een van een uh, 4K-TV gespeeld. En. Uh, ja, die raytracing die maakt wel echt de boel af, vind ik. Uh, en dan vooral op die strakke 60 frames. Ik heb heel af en toe een keer een frame dropje gehad. Bij een boss fight die echt uh, ja, serieus lang duurde en alle kanten op ging. Dus wat dat betreft moet ik zeggen. Ja, daar, daar ga ik niet te hard om, uh, om liggen janken. Uh, maar uh, ja, holy shit. Ik vind het echt een, echt een hele gave game. Je merkt wel dat als je een beetje... ...buiten het, het uh, gegeven pad gaat en je gaat wat meer de open wereld in... ...dat het allemaal wat minder wordt met vulling en detail van dingetjes. Oké. Okay. Dus ja, ze, ze hebben wel echt het meeste werk gestoken natuurlijk in ja, de beaten path... Waar je, ...waar je op hoort te begeven. Uh, maar ja, daar kan je van af, want heel veel dingen zijn gewoon een hele grote open wereld... ...en uh, waar je doorheen kan... Maar ja, dat, dat, ja, dan zie je wel dat het allemaal ietsjes minder qua detail wordt. Maar het is nog steeds niet zo dat je denkt van... Jezus, wat, waarom hebben ze dit niet gepolished? Want het is nog steeds echt uh, schitterend, toch? Aan alle kanten, vind ik. Mooi. Um, dat, daar voegt denk ik ook de controller aan toe. Want die, het is natuurlijk 5, voor de PlayStation 5 gemaakt. Ja. Dat betekent ook dat de DualSense controller wordt gebruikt op goede manieren of niet? Um, ja, mits je er even aan wendt. Want wat, hoe werkt het? Want, voor de um, mensen die het niet weten, de PlayStation 5 natuurlijk zo'n. Ja, de PlayStation 5 heeft natuurlijk zo'n ja, -Zo zo zo haptic feedback. Ja. En uh, nou voel je natuurlijk die trillingpjes allemaal. Die, die zijn in plaats van dat je ja, gewoon één uh, vibratie in je controller hebt zitten. die ze net even wat harder of wat zachter zetten. Uh, wordt nu wel echt goed gebruik gemaakt van uh, lichte trillingpjes en wat zwaardere rumble. Maar ook met, het, uh, met de schietactie. Uh, zijn de trekkers gewoon heel even wennen. Om, of je rechtertrekker vooral. Omdat je met je trigger beide uh, uh, vuurmodi bedient. Dus je hebt een, een primary en een secondary fire. En als je je trigger half indrukt heb je je primary. En als je hem helemaal indrukt heb je je secondary. En in het geval van bijvoorbeeld een shotgun-achtige iets heb je met uh, half indrukken gewoon dat je één kogel schiet. En bij... Uh, helemaal indrukken dat je gelijk twee kogels schiet, dus meer damage doet. Ja. Alleen als het dan heel druk wordt om je heen, en hm. dat wordt het gewoon gegarandeerd een paar keer. Dan ja, ga je misschien van oudsher gewoon als mal die trekker in staan te knijpen. En dan verbruik je wel heel veel ammo Misschien meer dan dat je leuk vindt. Um, en dat op, snel? Op... Leer leer er snel aan te wennen? Um, of vergeet je tijdens het, het hectiek is? Ja, tijdens die hectiek vergeet je het nog steeds wel. Uh, Regelmatig in mijn geval. Okay. Alleen de ammo is niet schaars. Dus uh, ja, die, die uh, resources en, uh, en, en loot, dat, dat vind je echt overal in de game. Dus uh, het komt bijna niet voor. En vooral naarmate dat je meer wapens in je arsenaal begint te krijgen. Ja, als het ene wapen gewoon uit, out of ammo is, dan pak je gewoon een ander wapen. En dan, uh, ja, als ze allemaal zonder ammo komt te zitten, dan ben je echt pannenkoek. Want dan moet je echt iets aan je een gaan doen. Maar... Uh, en ja, dan heb je altijd nog je omni-range om je om te slaan. Maar ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik ben echt fucking slecht in gamen. Dus uh, wat dat <laughs> betreft... Uh, ja. Uh, dus ja, dat zegt wat. Wat, wat mij ook opvalt in, uh, in de gameplay-video's die ik bekijk... buiten dat ik het wil spelen en dat ik een exemplaar heb liggen... en dat ik nog geen PlayStation 5 heb, maar wel de game... <laughs> wat heel kut is... Nou, tenminste, kutter dan als ik de game niet had. Dus blij dat je ja, de game hebt. Dan uh, had je en geen PlayStation 5 en geen game. <laughs> nee, ik heb in ieder geval, ik heb best wel veel PlayStation 5 games. Toen, ik heb hem natuurlijk gereviewd, maar ik moest hem terugsturen. Maar ik kreeg wel al die launchtitels uh, digitaal. Dus ik, ik heb een account straks klaarstaan waar je u tegen zegt. Ja. Maar goed. Um, wat me opvalt in de heel veel gameplay-video's is dat, uh, dat je heel veel voertuigen krijgt. Ah, ja, veel okay. Er ja. komt wel veel voor in gameplay-video's, moet ik ja. zeggen. Hoe werkt ja, dat? Ja, kijk, in die gameplay video's proberen ze natuurlijk van alles een beetje te pakken wat je, wat je tegenkomt. Maar je hebt inderdaad wel uh, een beetje ground races. Die zijn echt super hilarisch. Tenminste, ja, echt race is het niet. Maar je, je moet... Uh, ja, je rijdt op een of ander beestje. Uh, vlieg je het level door. En dan heb je wel iets van een, uh, een soort van een time trial hier en daar. En uh, er zit ook een gedeeltje aerial combat in. En uh, ja, dat... Dat, dat is gewoon het ding van Ratchet Clank Rift Apart. Het, het is meer dan alleen een actieplatformer. En het wisselt dingen zo met regelmaat af. Het maakt wel heel afwisselend, ja. Ja, dat het, dat het nooit verveelt. En daar, ik, ik weet niet wat het is, maar er zit echt gewoon een perfecte balans. En als je op een gegeven moment het gevoel krijgt van: ja, nou heb ik wel genoeg uh, kistjes naar de malle Moeren geslagen. Ja. Uh, dan komt er wel iets anders weer wat je moet doen. Net als een minigame uh, of, uh, of puzzle levels. Die het dan toch weer een beetje breken. En ja, ik weet niet. Dat komt iedere keer echt op de perfecte tijd. Dus je verveelt je eigenlijk geen moment? Nee. Ik heb uh, die game echt voor het achteruit gespeeld. Gewoon, uh, dat, en als ik mezelf verveel, dan is het al heel gauw van ja. Weet je, ik zet hem al uit. Dat had ik bijvoorbeeld met, met uh, Returnal heel erg. Daarom heeft die game zo lang geduurd. Dat op een gegeven moment denk je van ja, weet je, ik heb het al even gehad. En dan zet je hem uit. En dan misschien een uurtje later ga je wel weer verder of zo. Maar dat, uh, nee, bij Rift Apart, dat is gewoon een, een leuke game van voor tot achter geweest. Leuk man. Uh, en um, uh, weet je ook hoe lang de game ongeveer, hoe, je de, hoe lang je ermee bezig bent geweest? Oeh, hoe lang ik ermee bezig ben geweest, durf ik echt niet te zeggen. Vast veel te lang. Ik hoor mensen rond de 16 uur zeggen. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Ik uh, ik, ik weet zelf. Ik denk dat ik er al overheen ben gegaan. Maar dat komt ook omdat ik gewoon. Ja, wat ik al zeg slecht in gamen ben. Ja. Kijk, en je, en je, je kunt het jezelf ook natuurlijk zo moeilijk of zo makkelijk mogelijk maken. Kijk, uh, als je als je gewoon door uh, de gewone game modus pakt, of gewoon of de normale moeilijkheidsgraad. Um, dan uh, ga je bijvoorbeeld nog uh, ja kun je, kun je doodgaan. Oh, zielig. Ja. Maar uh, als je denkt van ik, ik deal heel slecht met. Uh, met uh, overlijdens en uh, ja, dat, daar kom ik mentaal niet overheen in deze tijd. Dan uh, kun je dat ook uitzetten. Okay. In, uh, in, uh, vooral de boss battles uh, kan dat soms wel eens prettig zijn. Want ja, die zijn soms echt niet, uh, niet uh, om uh, te harden, zo lastig dat die kunnen zijn. Ja, je had één klein minpuntje buiten de aantal frame drops. En dat is voor sommige mensen is de game misschien niet zo vernieuwend. Ja, vertel. Nou ja, Ratchet the Clank, Rift Apart is vooral gewoon een Ratchet Clank game. Ja. En um, heel veel mensen roepen altijd bij het, uh, bij het verschijnen van een nieuwe generatie consoles: uh, van oh, next gen gameplay, dat, om, dan zal al echt alles anders zijn. En dan gaan we dingen zien die we nog nooit gezien hebben. En um, ja, dat is bij Rift Apart gewoon niet. Het is niet zo dat, uh, uh, dat Insomniac in één keer het wiel opnieuw heeft uitgevonden met Ratchet the Clank. Dus. Uh, en ik denk ook niet dat het nodig is, want de game heeft een fanbase, of de serie heeft een fanbase. En die fanbase die wil vooral een hele toffe Wretched klein game hebben. En ja, wat moet je aan die game gaan veranderen? Um, om het vernieuwend te maken, maar om het toch nog herkenbaar te houden. Ja, dat kunnen er we maar weinig. Dan heb je ja, het dat over is een zelda andere games. Ja, dat, maar ja, kijk, maar, Zelda, ja. Ja, daar heb je wel uh, een goed punt inderdaad. Uh, maar dat kunnen maar die hebben... verder bijna niemand, zoals nee. Mario en Zelda Games dat doen. Nee. Kijk, je ziet het heel vaak met, uh, met, met andere hele grote franchises. Dan wil een uitgever, of een uitgever, een ontwikkelaar... Die gaat dan een keer iets anders doen. Omdat er zo hard om geroepen wordt. En dan komt die game uit. En dan spuugt iedereen hem uit van... Ja, maar dit is niet de game uh, die ik gewend ben. Nee, dat is ook niet wat we wilden. Ja. We, zijn, we zijn een moeilijk volkje, wij gamers. Zeker weten. Ja. En naarmate dat we meer verwend raken... Uh, wordt dat alleen maar erger? Ja. En in dit geval, ja, ik zeg al, het Ratched the Clank Rift apart, het blijft gewoon nog steeds die uh, 3D action-platformer, waarin dat je gewoon kistjes naar de kloot slaat en uh, uh, vijanden uh, op de meest hilarische manier aan het einde laat komen. En, uh, en de game met, 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 uh, ja, met wonky personages erin, en, en grappige dialogen en uh, mooie visuals. En het enige wat er echt heel erg aan veranderd is natuurlijk, is dat die visuals nog mooier zijn geworden. Maar echt? Ja. Ja, dat is de grote vraag. Het is wel een showcase hier, hoor. Ja, zeker. Heb jij uh, Spider-Man gespeeld? Maasmaar is niet, maar Spider-Man wel? Ja, de eerste Spider-Man heb ik op uh, PlayStation 4. Gespeeld, wat, uh, ja. Want dat wil ik eventjes weten. wat Naar aanleiding van deze game, krijg je meer zin in de volgende Spider-Man? <laughs> um, want die zal me daar dan toch ook even mooi worden? Ja. Ja, als dit, uh, als dit een, een voorbode is van voor wat we nog gaan krijgen. En mind you, we zitten pas aan het begin van deze generatie. Ja. Dus mensen zijn nog een beetje aan het, aan het proberen hoe ver dat ze kunnen gaan met zo'n PlayStation 5. Ja, als dit het begin is, nou, dan ben ik heel erg benieuwd waar we over een jaar bijvoorbeeld al staan. Ja, dus ja, uh, yeah, the future is now old man. Yes. Heb ik, uh, heb je nog iets wat je kwijt wil? Heb ik nog iets vergeten te vragen? Ben iets vergeten te vragen? Dat weet ik niet. Nee, maar weet hij, ik niet. Misschien als, zei je als, als dat dus, Heb je jezelf heel slecht voorbereid? Nee, <laughs> nee. dat is. Nou, je moet gemeen. Nee. nee. Dat is, dat is gemeen. Het nee. ja. is heel gemeen. Nee, ik vraag kijk, gewoon of je nog iets kwijt wil. Want anders krijg ik achteraf weer een appje. Ja, ik wilde dit nog vertellen en dit nog vertellen. Oh ja, wanneer heb ik dat gedaan? Dan? Niet, maar dat krijg ik wel eens van mensen. Dus oh, daarom ja, stel ik ligt nu aan niet aan de naar mensen. Naar. Ligt niet aan mij dan. Nee, ligt altijd aan de ligt, mensen. Of ligt ook niet aan, aan jou? Ja. ja. Nee, ik, ik denk dat we alles al eens een beetje besproken hebben. Top. Dankjewel, Patrick. Um, ik wil ja. nog even een klein plugje doen hier op het eind van deze Gamers podcast review. Uh, je Gamers podcast feed staat vol. Dat doen we met liefde, maar we doen dat ook uh, omdat we een beetje willen groeien op Patreon. Uh, Patreon.com/gameset Vijf piek in de maand. We gaan uh, een unboxing doen komende week van een onwijs vet pakket wat ik binnenkreeg van Redstone Clan, Rift Apart, maar ik wilde daarmee wachten voor het uitpakken totdat mm. deze podcast live stond. Mm. En we gaan iets uit dat pakket, niet de game, maar ik weet niet wat erin zit verder, want ik heb hem nog niet opengemaakt. We gaan iets uit dat pakket weggeven op Patreon. Dus ik weet niet Zacht. wat het is. Dimensionator. Dat zou heel vet zijn. Dan kun je naar een Misschien andere dimensie. Naar betere podcasts in die andere dimensie. Uh, uh, ja. <laughs> Uh, dus uh, word lid. petrocom slash Gamers. Je krijgt uh, heel veel vet extra content. Het kost vijf piek in de maand. En 70 mensen gingen voor, het, het is echt een groot club. Ja. Hé, hey, Peter, als het nou die, die defecte dimensionator is. Ja. Kun je het dan niet gewoon de Kapotcast noemen? Nice. <laughs> Misschien heten we ook <laughs> wel zo in een andere dimensie, Patrick. Ja, dat zou kunnen. <laughs> de Kapotcast. Ik zou hem opstarten, Pet. Ik vind het al een goede ja. titel. Mooi trademark. Trademark. Um, je kan ook een Apple Podcast Review achterlaten. En je kan ook een vriendje of een vriendinnetje vertellen over deze podcast. Dat is hoe we het meeste groeien. Patrick, mag je enorm bedanken voor je analyse. Dat mag je. En mag ik jou dan weer bedanken voor deze mogelijkheid om mijn zoet gevoelige stem weer eens een keertje op Gamersnet te laten. Nou, bij deze. En hij was, was me daar toch zoet? Oeh. Oeh, wat ben je zoet? En verbrand. Ja. Beetje knisperend ook. Ja, net als barbecue saus. Net als barbecue <laughs> Ja, je bent eigenlijk zoet en een beetje uh, umami. Ja. Um, <laughs> dankjewel Patrick. Dus, ja, geen probleem krijgen dan. <laughs> doei doei. Doei.